Yo mensen, een hele goede dag, een hele goede dag. De eerste dag van Ramadan, dames en heren. Een hele prachtige dag. Mensen, in deze video wil ik het hebben over wat heel veel mensen niet hebben, geld. Geld hebben de meeste mensen, hebben geen geld. Daarom leven ze broke, leven ze slecht, hebben ze veel problemen in hun hoofd. En mensen, in deze video wil ik jullie uitleggen hoe jullie veel geld kunnen maken. Hoe jullie op die mentaliteit kunnen komen. En hoe die mensen dat niet tegen jou kunnen vertellen. En ook wil ik het hebben over meiden. Meiden is ook een hele belangrijke onderwerp, dames en heren. Kijk, in deze video wil ik niet uitschelden. Wil ik jullie even op zo'n moment brengen. Dat je weet toch, jullie mensen begrijpen het ook door niet gescheld. Jullie begrijpen het ook. Jullie hebben die potentieel ook. Dus mensen, even luister. Wat heel belangrijk is, hè. Voor diegenen die echt geld willen maken, mensen, je moet ervoor gaan. Je moet elke dag aan geld denken, dames en heren. Dat is de grootste tip die ik jou kan geven. En dit moet je weten. Je moet ervan houden. Van geld moet je gaan houden om te kunnen maken. Jij houdt van je vrouwtje, jij houdt van je vriendin. Je gaat ervoor. Daarom zijn jullie samen. Maar als je van geld houdt, ja, als je van geld houdt en je gaat ervoor, je houdt van geld, dan ga je ook geld maken, dames en heren. Dat is zo makkelijk. Ik hou van haar, daarom ben ik met haar. Kijk, je moet zo zien. Als je van een meisje houdt, hè, toch? Je gaat ervoor, of niet? Je gaat ervoor. En dat is ook hetzelfde met geld. Ik zeg het wel een beetje vaak, maar dit is de werkelijkheid. En als ik kom naar de tweede tip, mensen. Dus de eerste tip was, houd van geld. En de tweede tip is, weet wat je wil bereiken. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk, mensen. Kijk maar, mijn handen jeuken. En dat betekent, geld gaat komen, jongens. Geld gaat komen. Maar mijn tweede tip is, bereid je alvast voor. Denk in je hoofd van, luister, wat kan ik maken, wat kan ik doen, wat voor specialiteiten. En kijk, wat belangrijk is, echt waar, dit is zo belangrijk, hè. Jullie zijn geen domme mensen. Jullie zijn geen domme mensen, jullie hebben allemaal potentiële krachten in jullie hoofd. Maar jullie moeten dat stimuleren. Als je dat stimuleert, dan ga je het kunnen maken. En wat ik zei, kijk, dit is belangrijk. Je hebt doelen nodig in je hoofd. Je moet risk nemen, een risk. Je moet, kijk, eerste ding wat je moet doen, 100 euro, 500 euro, 1000 euro, moet je in je hoofd weghalen. Dat moet zijn in jouw hoofd, is weinig geld. Als jij op een laag niveau gaat blijven, net als die andere mensen, dan ga je ook laag zijn. Voor een laag persoon, voor een normaal persoon is 100 euro, 1000 euro veel geld. Maar dat moet jij in je hoofd weghalen. Weg. 1000 euro moet voor jou 100 euro zijn. 100 euro moet voor jou 10 euro zijn. Waarom? Als je in een businessleven gaat komen, dan moet je groter. Dan ga je niet. Luister, als je komt in businessleven, dan ga je niet spelen met 100 euro, met 10 euro, met 1000 euro. Dan ga je spelen met 10.000 euro's. Met honderden duizenden euro's. En dat is geld. En dat is geld. En dat ga je maken. En als jij dat gaat maken, dan als iemand komt met jou, 1000 euro, dan ga je denken, donder op, is dat veel geld? En natuurlijk, als je op die ding bent, en natuurlijk, je moet ook weten met wie je, als je met iemand praat die geen status heeft, ja, hij heeft geen status en je weet, hij doet dom iets, dan natuurlijk moet je over elke geld wat je praat, moet je onderhandelen. 100 euro, hij doet 50 euro. Dat is onderhandelen, dat moet wel. Maar wat ik bedoel, als je bij jezelf gaat investeren, moet je 100 euro, 1000 euro, moet je niet veel zien. Lees boeken. Boeken is belangrijk. Waarom? Omdat je moet zo zien. Waarom zijn boeken belangrijk? Misschien ben je jong. Ja? Als je jong bent, dan kan je een boek lezen van een oudere persoon. Die wel dingen mee heeft gemaakt. En dan ga je zijn verhaal luisteren. Dan ga je zijn en dan ga je die tips geven van jou. Je weet toch wat ik. Wat hij in de tijd heeft gemaakt. En dan ga je daarvan leren. Omdat je kan niet op een 20-jarige leeftijd veel dingen hebben meegemaakt. En daarom lees je boeken. Waarom? Je leest de ervaringen van iemand die wel heeft gehad. En dat is belangrijk, mensen. Bijvoorbeeld die Rich Dad.
En die poor dad, toch of niet? Die man is oud, hij is 60, hij gaat morgen dood misschien. Maar hij geeft je de tips wat hij heeft meegemaakt. En ja, natuurlijk moet je niet alles geloven, maar dit moet in je hoofd gaan zitten. En luister, wat ook belangrijk is, hè? Je moet met heel veel mensen gaan praten. Praat met heel veel mensen, duizenden mensen. Maar op het einde van de dag moet je het calculeren met je eigen mening. Dat gaat jouw mening zijn. Je moet niet iemand anders zijn mening gaan pakken. Je moet zijn, haar mening pakken. En dan moet je jouw mening gaan maken. Met jouw mening moet je het van jou gaan maken. En dat is belangrijk. Dus je moet niet luisteren naar heel veel mensen. Je moet luisteren, maar je moet niet doen wat zij zeggen. Omdat je weet, iedereen heeft zijn praatjes. Nee, ja, maar dit mag je niet doen, dat kan je niet doen. Als je dat doet, dan ga je falen. Ahmed, Mehmet, al die kankermogolen. Nee, toch? Ze gaan veel praten, je familie gaat veel praten. Maar op het eind van de dag hebben zij het niet gemaakt. Als zij het hebben gemaakt, dames en heren, dan moet je ervoor gaan. Dan moet je aandachtig gaan luisteren. Dan moet je gaan. Mijn vader, ja, hij heeft het gemaakt. Daarom luister ik naar hem elke dag. Ik ga om, dit is ook belangrijk, hè. Ik ga om met oudere mensen van mijn leeftijd. Natuurlijk ga ik om ook met jonge mensen van mijn leeftijd. Maar dat is de gezelligheid. Maar de meeste ga ik om met oudere mensen. Waarom? Die kunnen mij meer geven, meer ervaringen geven. En natuurlijk moet je ook weten, is het een domme oud persoon of is het een slimme oud persoon? Begrijp je? Dat moet je ook weten. De 5 mensen met wie je elke dag omgaat, dames en heren, dat is wie jij de volgende persoon gaat worden. Als zij fucking dom zijn, dan ga jij ook dom zijn. Maar als zij slim zijn, als zij bezig zijn met iets, met hacking of met website maken of met crypto of met NFT's of met, je weet toch, of geld maken, überhaupt. Als ze geld maken, dan moet je met die lelijke mensen omgaan. Kijk, ik heb altijd een strategie, hè. Dit is zo belangrijk, hè. Mijn vrienden waren vooral lelijk. Lelijke mensen. En ik ga jou nu strategie geven wat bijna niemand doet. Niemand. Ja. Mijn vriendenomgeving was lelijk. Waarom lelijk? Omdat als je met lelijke mensen omgaat, vooral zijn die lelijke mensen de slimste mensen. Waarom? Zij krijgen geen aandacht van meiden. Een knappe jongen die krijgt aandacht van meiden. En die gaat zich niet focussen op hacking, op website maken. Vooral algemeen, hè. Die gaat zich niet, bro. Die gaat niet. Waarom? Hij krijgt toch aandacht van chickies. En hij heeft geen tijd voor hacking, voor leren, voor zelfinvestering. Hij heeft geen tijd. Waarom? Hij zit te ballen. Hij zit seks te hebben. En met meiden. Dus hij heeft geen tijd voor zichzelf. Maar een lelijke persoon die heeft altijd tijd voor zichzelf. Waarom heeft hij tijd? Omdat hij krijgt geen aandacht van meiden. Hij denkt op een dag. Dan ga ik rijk worden en dan gaan alle chickies naar mij kijken. En zijn motivatie is dat. En zie je niet, al die lelijke mensen die zijn websiteprogrammeurs. Met een brilletje, weinig haar op de voorhoofd, achterhoofd, voor midden is kapot leeg. Op de zijkant is kapot veel haar. Weet dat, met die bril, nerd. Is toch een lelijke persoon? Toch een, met een brilletje die slim is. Daarom, ik zeg, jullie moeten met omgaan met zulke personen. En zulke personen gaan jullie hard maken. Hij hoeft niet stoer te zijn. Hij hoeft niet sterk te zijn. Hij hoeft niet ding te zijn. Maar dat gaat jou sterker maken. Dat gaat je stimuleren om geld te maken. Dus hou je kring. Hou je kring. Ik zeg het je nu op het moment, hè. Mensen zeggen, maak je kring met slimme mensen. Ik zeg het je, slimme mensen zijn lelijke mensen. Slimme mensen zijn lelijke mensen. Mooie mensen zijn niet slim. Die hebben geen tijd. Die hebben geen tijd om hunzelf te gaan verbeteren. Omdat zij denken, ik ben perfect. Maar een lelijke persoon wel. Hij denkt, ik ben kankerlelijk. Ik ben fucking lelijk. Dus wat moet ik doen? Ik moet doekoe maken. Ja? Ik moet doekoe maken. En luister. Luister. 1 ding. Maak legaal geld. Illegaal geld is leuk tot een moment.
En met illegaal geld bedoel ik drugs. Tot een moment is het leuk. Maar dan, als je familie hebt, of als je ouder bent, of je bent gepakt, of je hebt geen kant op te gaan, dan heb je er niks aan. Want je hele leven is gedaan met cocaïne. Met dat. Met zulke dingen. Dan heb je geen tijd om die business leven te leven, te leren. Dus luister, hou je bezig met vooral legale dingen. Dat is belangrijk. Ik hou van jullie. Dit waren mijn tips. Nu even op YouTube wil ik dit gaan plaatsen. Belangrijke tips aan jullie. En het is geen papa's geld wat ik doe. Het is papa's mind. En naar wat ik luister. Maar het is de dingen wat ik zelf doe. Ik verkoop zelf. Ik doe mezelf. Ik doe zelf. Pap, 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 pap. Ik heb geld. Ja? Met dat geld investeer ik. Leer ik. Maak ik mezelf beter. En de mensen die tegen mij zeggen, ja, mijn papa's geld, dit, dat. Fuck jullie. Fuck jullie. Jullie zijn allemaal kankerhaters. Ik moet wel zo zeggen. Sorry mensen. Ik moet wel zo zeggen. Omdat waarom? Als je op het einde van de dag geld maakt. En als tegen mensen tegen jou gezegd, papa's geld, nee, dit, dat. Het zijn maar haters, dames en heren. Focus op jezelf. Jij maakt geld, ik maak geld. Ik hou van jullie. Ciao, later.